In deze tijd speelt niet alleen corona een rol wat betreft de vakanties. Hebt u al een idee wat u deze zomer gaat doen? In Nederland blijven. Verhuizen. Verhuizen? Aha. Helemaal naar een andere plaats of blijft u in deze omgeving? In deze omgeving. En wij gaan naar Bonnebroek. Ik kom met weinig aan regels, dus ik ga gewoon weer lekker terug naar de camping toe. Dus, Plannen zijn er altijd, maar gezien de risico's die eraan verbonden zijn, dit jaar maar niet. We zijn hier met de boot, dus we liggen in de binnenstad. Dus we gaan volgende week voor een aantal weken weer weg en dan varen we gewoon heel Nederland door. Nee, we zijn nog aan het kijken, maar het wordt wel in Nederland. Wordt wel Nederland. Ja, ja. Ja, want je hebt sinds kort ook een dochter, als ik het goed zie. Ja, klopt. Ja, sinds twee maanden. Twee maanden. Ja. Vorig jaar geboekt in Sauerland. 14 dagen. 4 weken van tevoren gecanceld. Gaande 15 juni. Dus dat is spannend. Ja. Maar ik verwacht dat het niet doorgaat. Als straks alles vrijkomt en je mag weer naar het buitenland toe, dan gaan we de zon opzoeken. En dan wel met de auto. Dus we zien wel. Ik heb een dochter in Duitsland. Ik kan zijn dat we daar nog even heen gaan. Als het weer mogelijk is, tenminste. Ik geloof dat Duitsland al wel een beetje weer mag. Jawel, maar toch niet zoveel. Ik ben nu op vakantie in Tubbergen. En daar staat onze caravan. Dus u bent nu op vakantie? Ja, nou ja, we zijn allebei vrij. Dus we gaan nu gewoon lekker naar de caravan die er staat. Nee, we hebben geen vakantieplannen. Dit jaar slaan we het even over, net als vorig jaar. Want in verband met corona vinden wij het toch nog te heftig om naar buitenland te gaan. Of zelfs in Nederland. Maar we zoeken niet de drukte op. Ja, dan gaat u lekker van genieten. En de camping, is die hier in de buurt? Of, ja, in de Lut. In de Lutte. Ja. Oké. Okay. En de bezem heb u alvast meegenomen? Ja, de bezem is voor de zaalwagen, absoluut. Nou, we hebben geboekt bij de OAD. En we willen dus naar Oostenrijk. Maar we weten nog niet of het doorgaat. Dan denk ik, ja, als het zou kunnen, zou ik waarschijnlijk wel gaan reizen. Maar dan toch wel beperkt. En waar had u naartoe gewild? Oh, dat is heel verschillend. Dat ligt er net aan. Ga u samen beslissen. Gaat u vaak naar het buitenland dan? Of blijft u in Nederland? De laatste jaren vrij veel in Nederland. Maar daarvoor heel veel buitenland. Wij wonen zo mooi. We hebben elke dag vakantie. En u woont hier in Almelo? Nee, in Lelystad. En we wonen boven op de dijk. En we kijken uit over heel de Markerwaard. En we zien van alles en nog wat gebeuren. En dus wat dat betreft, voor ons is het elke dag vakantie. U ervaart dat niet als heel vervelend? Nee, dat ervaar ik niet als heel, heel vervelend. Want wij zijn gepensioneerd. Dus wat dat dan gaat, kunnen we ook, als het in december rustig is, ook op vakantie gaan. En hoe is het om een dagje Almelo te doen? Ja, ik ben geboren tukker. Dus wij komen graag eventjes naar Almelo. En we weten dat de markt is op donderdag. Dus we gaan eventjes hier langs. Maar dit jaar hebt u besloten om thuis te blijven? Dit jaar dus niet. Nee. Dus een beetje genieten van de omgeving hier. We hebben een prachtige omgeving hier, dus het is alle reden om even de fiets te stappen en dan kan je prachtig genieten. Ja, we gaan regelmatig fietsvakanties van een paar dagen doen we. Dus we hebben er nou eentje voor half juni op het programma staan. En we hebben een paar dagen vanwege een bruiloft Texel. En hoe is het om Almelo aan te doen? Heel gezellig. Almelo is altijd leuk. Dus u bent vaker met de boot hier geweest? Ja, absoluut. Ja. Het is gewoon een gezellige stad om te winkelen en om te zijn, vind ik. Ik ben geboren tukker, dus wij komen graag eventjes naar Almelo. En we weten dat de markt is op donderdag, dus we gaan eventjes hier langs. Ja, we willen graag met een busreis, maar ja, dat zie ik ook nog niet zo zitten. Als je dan ergens komt en er is wat los, dan zit je ook al hier maar in zo'n bus en daar kun je niet weg. Dus u doet het waarschijnlijk lekker rustig aan? Ja, dat is toch ook wel lekker. Heeft u dan nog andere plannen voor de zomer? Nou, niet echt, nee. Misschien een paar dagen in de fiets mee, dat we gaan fietsen. Maar niet echt naar buitenland. Of, Dus ik kan gewoon in de coronatijd, buiten de coronatijd, ik ga er gewoon naartoe. Dus we konden er ook naartoe, maar we hebben niet met meerdere mensen te maken, zeg maar. Dus het is heerlijk rustig en u kan heel lekker genieten. Zeker waar. Ja, absoluut. Absoluut. Daar zijn we ook heel blij mee, zeg maar. Ja, dan wordt het denk ik wel vakantie in Nederland, hè? Ja, dat is wel makkelijk, hè? Ja, met al die Spullen die je mee moet nemen en zo. Ja, dus, en met al die regels. Van, ja, ook dat. Ja. Vanwege de corona. Maar niet nu in de megadrukte. Nee.
Want dat vind ik een beetje, dat vind ik ook met de terrassen. Het gaat een beetje weer over de top. En dan moet je weer maar afwachten wat hier weer straks gaat gebeuren als dit allemaal weer even rustig wordt. Nee. Heb u daar een speciale reden voor omdat u nu gaat vliegen? Ik zie dat niet zitten in een vliegtuig met mondkapjes op en allerlei toestanden. Lijkt me niks op dit moment. Er gaat iets te ver. En als er dan weer wat mag, waar zou u dan het liefst naartoe gaan? Naar Spanje. Dan zou ik het liefst naar Spanje gaan. Dat is ook fijn. Ja. En dan hebt u niet zoveel hinder van de corona of zo? Nee, niks. Nee, niks. We zijn allebei in Gent, dus wat dat betreft... Maar oppassen blijft het. Ja. Beetje spannend, hè? Ja, ik vind het nog steeds spannend. Er zijn nog steeds veel besmettingen, en vooral hier in Twente, hè? Nou, hele fijne vakantie. Ja, jullie verhuizing bedoel ik. Oh, nee, ik ben helemaal verkeerd.